Roshan uit Rotterdam had zich nog maar net aangemeld en kon vandaag al beginnen in Tilburg. Zijn taak? Orde scheppen in de chaos. Je hoeft alleen maar even te kijken, is het niet stuk? Ik vind het een mooi initiatief wat mensen hier komen doen. Dat ze tijd vrijmaken voor dit werk. Dat ze ook vooral hun energie hieraan besteden. Dat vind ik mooi om te zien hoe mensen zo begaan zijn met de vluchtelingen. Warme kleren in kleine mate, daar is vooral behoefte aan onder de vluchtelingen. Volgens het Rode Kruis in Tilburg hebben veel mensen gereageerd op de oproep. Op dit moment goed. We hebben op dit moment veel vrijwilligers. En die hebben we ook nog nodig, ook in de komende tijd nog. Voor de komende week hebben we aardig wat mensen. Dus de oproep van voor gisteren heeft echt goed geholpen. Een broek, een shirt en een trui. Ja. Wie gaat er dan op? Ze hebben landen doorgereisd om hier naartoe te kunnen komen. Ze zijn in eigen land natuurlijk niet welkom geweest. En dan komen ze natuurlijk hier aan. En dan is het belangrijk ook dat, tenminste vind ik, dat ze dan warm worden ontvangen door de Nederlanders. En dat we onze verantwoordelijkheid nemen om hun die welkomgevoel te geven. Maar ook om gewoon duidelijk te maken dat we er voor ze zijn. En dat we ze willen helpen.